Een hele goede dag. Welkom bij deze tutorial die ook weer aansluit op de vorige tutorials waarin de Freddy Krueger buste wat upgrades heeft gekregen. Nieuwe hoed, nieuwe arm. Ik had hem namelijk klaar en toen die handschoen er weer op gedaan. Ik maakte een foto en toen had ik zoiets van, ja weet je, die messen, die hebben zo overduidelijk plastic. Je ziet er zelfs van die naden oplopen en dat soort dingen. Deze handschoenen, die zijn misschien tussen de 6 en 8 euro als je die koopt. Dus financieel gezien zeer aantrekkelijk. Ze zijn 100% veilig. Even cosplay of Halloween of wat dan ook. Maar het lijkt wel of die handschoenen steeds slechter van kwaliteit worden. In deze tijd waarin feestwinkels niet meer echt bezocht kunnen worden, want er zijn er steeds minder, lijkt het wel. Hier in Dordrecht is er bijvoorbeeld echt geen één meer inmiddels. Ben je genoodzaakt om ze online te bestellen en dan moet je maar afwachten wat je krijgt. En ik heb bijvoorbeeld ook een keer deze gekregen en ja, die messen die zijn gewoon echt scheef. Kortom, hoog tijd om een manier te bedenken, ja, ze zwiepen zelfs alle kanten op. Hoog tijd om een manier te bedenken om dat op een veilige manier in ieder geval toch een stuk te verbeteren. Ik ga in ieder geval voor die arm van die buste dus een flinke upgrade geven. Maak wel gebruik van onderdelen van deze handschoen, maar er gaat wel het een en ander vervangen worden. Bijvoorbeeld die handschoen zelf. Vooral deze, die zwarte. Die kwaliteit is gewoon echt ruk. Het is gewoon echt een enorm slechte kwaliteit. Daarom heb ik deze gele tuinhandschoen. En daar heb ik ooit 2 paar van gekocht. Dit paar werd altijd tot nu toe gebruikt voor tuinieren. Het andere paar gebruikte ik als onderdeel van kostuums. Dr. Frankenstein was ik een keer al die handschoenen aan. Later was ik een eigen bedachte karakter met een pompoenmasker op. Had ik die handschoenen ook bij aan. Nu gaat deze in ieder geval, die rechter, opgeofferd worden voor de handschoen van Freddy Krueger. Ik ga die messen, die ga ik vervangen. Die handschoen ga ik vervangen, zoals ik zeg. Die messen ga ik vervangen en die ga ik meteen een stuk groter maken. Ik heb namelijk ook een metalen versie van Freddy Krueger's handschoen. Deze handschoen is kwalitatief gezien ook gewoon slecht. Als je ziet wat je voor zo'n handschoen betaalt, is dit gewoon echt om te huilen zo slecht. Er zijn een paar vlekken op getekend die gewoon niet echt vuiligheid representeren wat het wel moet doen. Ze zijn zeer symmetrisch geplaatst en het is gewoon niet overtuigend. Deze handschoen is natuurlijk een stuk zwaarder dan die plastic handschoen. Ik heb deze er een keer afgehaald en deze geprobeerd erop te doen, maar die arm, die rubberen hand die eronder zit, die kon de zwaarte van deze handschoen niet hebben. Hij ging helemaal plat buigen en dat was natuurlijk niet de bedoeling. Maar deze gaat wel model staan voor een aantal onderdelen die we hieraan gaan toevoegen. Ten eerste die messen, die worden op deze manier, hier ga ik een template van maken. En dat rugstuk op die handschoen op de rug van je hand. Want deze is een stuk kleiner. Die gaan we zo groot maken. Waar ga ik die messen en dat rugstuk van maken? Ik heb nog een stuk 2 mm dik polyesterplaat over van het Tec-9 geweer. Daar ga ik dat allemaal uit realiseren. Verder, om alles aan elkaar te zetten uiteindelijk, dit soort dingen, ga ik splitpennen gebruiken. Splitpennen zijn prima, die zijn ook heel makkelijk in het gebruik. Het kan zijn, als je dit voor cosplay wil maken, dat die plaat op de rug van die hand, dat je die beter vast kunt zetten met popnagels, zodat je er op je hand zelf niet zo'n last van hebt. Want splitpennen kunnen wat dat betreft wel gaan schuren langs je hand natuurlijk. Maar mijn versie van vandaag is voor deze neparm. Die heeft geen gevoel, die zal niet klagen. Dus hier gaan we gewoon splitpennen bij gebruiken. Ik denk dat ik genoeg heb verteld en uitgelegd. En laat ik maar gewoon beginnen. Als eerste, logischerwijs, ga ik deze handschoen van deze hand afhalen. Vervolgens ga ik die waardeloze bruine handschoen ook eraf halen. Komt heel makkelijk vanaf en dat geeft wel aan hoe slecht de kwaliteit is. Deze kan in de vuilnisbak.
Als we dit hebben gedaan, dan gaan we dat plaatje ook losmaken. En ook dat gaat heel makkelijk los. Echt gewoon kinderspel. Deze dopjes die eraf komen, die gaan we niet meer gebruiken, want die worden dadelijk dus vervangen door die splitpennen. Dus dat kan allemaal weggegooid worden. Ik heb een van die messen die hier in uw model staan voor de plastic versies hiervan, voorzien van schildersteep. En waarom? Dan kan ik dat precies nu uitsnijden, zodat ik dadelijk een malletje heb, een template voor hoe die messen vervaardigd moeten worden uit dat 2 mm polyester. Nou, ik ben de template van die messen aan het overtekenen. En ik dacht van, nou, ik teken hem zo over. Maar het is, pakt ten eerste niet allemaal even goed. En ten tweede wordt het wat vlekkerig. Dus wat ik nu ga doen is eerst een stuk tape erop plakken. En daar teken ik het op over. En uiteraard blijft die tape dan zitten zodat het helemaal is uitgesneden. Nou, ze staan er allemaal op. Eentje gewoon 3 keer op tape, zoals je weet. En ik heb een van die messen van die handschoen er al afgehaald. Dit is allemaal zo flexibel dat het ook heel makkelijk te knippen is met een schaar. Dus dat eraf knippen heb ik gedaan. En ik heb expres een randje laten zitten, want daar gaan we zo meteen effectief gebruik van maken. Maar waar het om gaat, is dat deze vorm anders is dan die van die stalen handschoen. En dus hebben we deze nog wel even nodig om die juiste vorm even goed erop te krijgen. Als dat niet zo doen, ik zou hem zo uitsnijden, dan heb ik dadelijk een probleem met het erop plaatsen. En dat willen we natuurlijk niet. Dus we maken even duidelijk dat we het op die manier gaan uitsnijden. Dat doe ik door dat hoekje in dat hoekje te zetten en het uiteinde. Deze worden, die nieuwe worden iets langer zoals je ziet. En het uiteinde van deze op die lijn. En dan komen we precies goed uit. Even aangeven welke lijn we in ieder geval niet moeten aanhouden. En dan is het nu tijd om ze uit te gaan snijden. Ik heb globaal even dit uitgesneden. En tijdens dat snijden, alles wat ik hier had getekend zonder die tape nog, dat vaagde gelijk weg. Dus ik heb hem alsnog voorzien van tape en hem daarop afgetekend. En ik moet ineens weer denken aan hoeveel werk het is om dit uit te snijden. Dat is echt een kriem om dat allemaal uit te snijden. Dus wat ik ga doen is, ik ga de figuurzaag erbij pakken en ik ga dit allemaal met de figuurzaag uitzagen. De 4 messen zijn uitgezaagd en ze verdienen al wat schuurwerk. Dat ga ik zeker doen, maar eerst ga ik ook nog even dit plaatje namaken van dat polyester spul. En dat doe ik op dezelfde manier. Ik ga hier zo meteen schilderstepen overheen plakken. Teken het daarop na, zodat ik hiervan een template kan maken. Doe dat vervolgens op die polyester. Zaag het uit. En als het klaar is, dan neem ik die gelijk mee met het schuurwerk. Nou, dat plaatje heb ik uitgezaagd. Ik heb gelijk aangegeven waar de splitpennen dadelijk moeten komen om die vingers vast te houden. Ik had namelijk die oorspronkelijke template er even overheen geplakt, over die handschoen afgetekend, hier weer overheen geplakt en toen in het midden van ieder rondje even met de schaar zo een putje gemaakt. Daarmee hebben we hier alleen maar putjes, maar dat geeft niet, want dat is gewoon
een manier om aan te geven waar er straks geboord moet gaan worden. Goed. Tijd om te gaan boren inderdaad. Ik ga dezelfde maat aanhouden als de gaten hierin zijn. Dus ik ga even kijken welke maat ik daarvoor nodig heb. Ik denk gewoon mijn kleinste houtboortje. Dan ga ik al die gaten hierin boren. Daarna kan de tape eraf en kan alles geschuurd gaan worden. Ik ga je even laten zien hoe ik zo'n mes eraf knip. Dat doe ik door de schaar op deze manier te volgen. Dus ik begin in het achterste stuk en volg dan de lijn van het mes. En dan blijft er een randje over zoals ik al eerder zei. En daar gaan we juist nu nuttig gebruik van maken. Even kijken of dat hem zo ongeveer is. Het bevestigen van de messen op de vingerdelen. Ik heb daarvoor een nieuwe manier uitgeprobeerd. Wat doe ik? Ik doe als eerste het lijmpistool het mes op zijn plek lijmen. Daar is niks nieuws aan natuurlijk. Even wachten tot hij een beetje op zijn plek blijft zitten. Alleen het lijmpistool gebruiken is niet voldoende. Ik ga je nu een manier uitleggen die ik net voor het eerst heb toegepast en die echt enorm goed werkt. Ja, die zit. Wat doe je? Je houdt hem zo zijwaarts. Je pakt wat secondenlijm. Dat smeer je langs die zijkant en vervolgens ga je er overheen met baking soda. Ik had namelijk al bij verschillende mensen op YouTube begrepen dat dit zeer goed werkt. Want dat creëert op de een of andere manier een ideale mix van een ijzersterk hechtingsmiddel. En dat doe je aan beide kanten van dat mes. Dus ook aan deze kant. Zo. En dat zit als een huis. Ik ga ze eerst alle vier nu lijmen. Ik heb er twee gedaan. En daarna ga ik de overtollige restjes baking soda er met een borsteltje afhalen. Maar ik geef op deze manier eerst verder. Nou, het overtollige baking soda is eraf. En wat ik nu ga doen, ik ga langs die randen hier nog een keer met het lijmpistool. Dat is puur voor het optische, dat is niet zozeer voor stevigheid, want het is echt heel stevig genoeg. Ik was er net aan het schoonmaken, liet er één vallen en weet je, het zit gewoon net zo stevig als daarvoor. Niks aan het handje. Puur voor het optische. De eerste Nightmare on Street film zie je in het begin hoe Freddy zijn eigen handschoen maakt en dan last hij dit aan elkaar. En dat is het idee wat het lijmpistool effect teweeg moet gaan brengen, alsof het erop gelast is.
Wat ik met het lijmpistool ook nog toe wil voegen, is op dit gedeelte ja, ook een beetje van dat las-idee, zeg maar. Ik weet niet wat het achtergrondverhaal is daarvan, maar in de oorspronkelijke film, de allereerste, op die handschoen, daar zitten daar van die soort ja, lasjes. En gewoon in willekeurige vorm. Doe hem erop en zet hem in een lijmklem op die manier te drogen. Dat begint ergens op te lijken. Ik heb even alles aan elkaar gezet, tijdelijk. Om plaats te bepalen waar die gaten moeten komen in die handschoen. Dit moet namelijk nog even uit elkaar en dan allemaal gepruimd en geverfd gaan worden. En dan kan het pas in elkaar. Dus nu tijd om dit er weer af te halen. En eerst aan de slag te gaan met deze handschoen. De handschoen voorzien van de gaten, zoals die in de films te zien zijn. Ik begreep eigenlijk nooit waarom er in die handpalm een gat zat, totdat ik iemand op YouTube hoorde zeggen van dat heeft hij expres gedaan, zodat hij hè, van de binnenkant die plaat erop vast ook kon zetten. Ik denk, ja, dat is een logische verklaring. Ik wil hem nu wat smeriger maken, met behulp van schoensmeer. Niet te veel, anders dan gaat het overheersen, het zwart, dat wil ik ook niet. De schoensmeer is goed gedroogd en ik wil nu bruin gaan toevoegen door bruine acrylverf te mengen met wat water, zodat het wat dunner wordt en het dan met die spons erop te gaan smeren. Het wordt lichtbruin en daar ben ik niet zo blij mee, dat is niet wat ik wil. Ik ga er ook nog wat zwart bij doen. Dat is beter. Tijd om te laten drogen. Doe hem op deze keukenrolhouder. Dan kan die mooi drogen. De batterij van deze camera was nagenoeg leeg toen ik de primer over alles heen deed. Dus vandaar dat ik dat niet heb gefilmd. Ik heb deze kledinghaak gepakt en alles met touwtjes eraan gehangen. Mee naar buiten genomen. En daar onder de primer gespoten. Ik ging spuiten, was het droog buiten. Vervolgens ging het regenen, dus vandaar dat er wat regendruppels nog op zitten. Maar dat is een kwestie van droogmaken natuurlijk. Nu tijd om al die touwtjes los te maken. Ik had ze bewust ook even zo samengebonden, zodat alles hier goed gepakt zou worden door die verf. Want als die gewoon recht zou zijn, dan zou je gedeelte missen. Dus nu tijd om al die touwtjes door te knippen. En dan kan het verdere verfwerk gaan gebeuren. Ik ben bezig om die, ja, wat over de vingerkootjes gaat, zeg maar, zwarte verven. Met zwarte zijdegrondsverf.
Het dekt niet meteen, maar dat is ook niet zo heel erg. Dat geeft uiteindelijk alleen maar een wat meer niet geheel dekkend effect. Dat is juist de bedoeling. Uiteindelijk gaat hier bronskleur overheen. Dus er wordt met meerdere lagen gewerkt. Nadat dat laagje zwarte verf droog was, heb ik het nog een laag gegeven. En het is nu helemaal droog. Nu tijd om het bronskoperkleur te gaan schilderen. Ik had gehoopt dat de Praxis een gewoon potje verf daarvan zou hebben. Maar dat hadden ze niet. Wel een spuitbus. Dus daar gaan we mee aan de slag. Wat ga ik doen? Ik ga die messen afplakken met schilderstape. En alles wat nu zwart is, dat moet koperkleurig worden, ook dat plaatje. En dat doe ik uiteraard weer buiten. Na een laagje koper spuitbus moet ik zeggen dat het effect al heel gaaf is. Ik ga sowieso die vingers nog wel een tweede laagje geven. Maar zoals het nu al eruit ziet, is dit eigenlijk al wat ik uiteindelijk wilde bereiken. En ik had dus eigenlijk bedacht van nou, ik spuit dit, dan zal het wel helemaal koper worden. En dan moet ik het daarna nog even draaibrushen met zwart. Maar dat hoeft waarschijnlijk dus helemaal niet. Kortom, hier ben ik weer erg blij mee. De tweede laag zit erop. En omdat spuitbus en gewone verf een bepaalde invloed op elkaar hebben, zijn er van die soort rimpels ontstaan. Op zich niet zo erg. Het voegt misschien juist wat extra's toe. Nu is het zaak om die messen te gaan verven. Zoals je ziet is er van die grondverf afgegaan. Dat kwam nadat ik de schildersteep eraf trok. Trok ik wat van die primerverf mee. Dus ik ga dit nu niet afplakken met schildersteep. En ik heb ervoor een soort malletje gemaakt. Van karton en een lijmklem. En hier staat de zilver spuitbus in ieder geval. Ik ga dit gewoon spuiten. En het achterste stukje, daar spuit ik een beetje in de kop van die in de dop van die spuitbus. En dan doe ik dat gewoon met een penseeltje. En zo ga ik ze alle vier, één voor één, af. Je ziet het wel als het klaar is. Wat ik ook nog wil toevoegen, dat is een detail wat voor de meesten misschien niet zo opvalt. Maar aan die handschoen zit ook een soort touwtje met een knoppie, kraaltje. En ik had nog van die houten kraaltjes, had ik destijds gekocht voor die Monkey Drum. De Karate Kid drum, zeg maar. En hij moet rood zijn, dus met een rode merkstift spijker erin, dan kan ik hem gewoon goed beet houden. En overal bij. En op die manier maak ik hem rood. Hier alvast de splitpennen in gedaan en hij wordt gewoon echt bloedgaaf. Zoals je ziet is dat zilver verfwerk allemaal klaar. En het is nu tijd om deze hier aan te bevestigen. Dan op die handschoen te plaatsen. Met die drie punten. Ik laat dan deze gedeeltes van die vingers nog even los van de vingers van de handschoen. Dan ga ik de handschoen eerst op die arm zetten. En dan komt alles helemaal goed. Het is even een geduldig werkje, maar alles komt goed. Hij moet aan deze komen, dus we draaien hem even om. En buigen die even terug. En dan hier ongeveer een lusje. Het zijn allemaal geen exacte wetenschappelijke dingen dit. Het is gewoon een kwestie van niet te moeilijk doen. Het overschot knip ik eraf. Dit is trouwens geel haakgaren. Vond ik wel van de kleuren die we in huis hebben de meeste geschikte ervoor. Zo, dus die zit er ook aan bevestigd.
Dan de handschoen. En ik had al gaten gemaakt, dus dat scheelt. Even gluren waar die moet komen. Daar. En omdat hier dat gat zit, maakt het dat mogelijk om die splitpen gewoon om te buigen. Zo, laatste. Nou heb ik in het verleden vaak Freddy Krueger handschoenen gemaakt, maar dit is echt de meest gave die ik ooit gemaakt heb. Dat kan ik je verzekeren. Het is lang geleden dat ik ze gemaakt heb, in mijn tienerjaren. Toen die plastic handschoenen nog niet te koop waren, überhaupt geen Freddy Krueger handschoenen. Kon je kopen hier in de buurt, we hadden nog geen internet en dat soort dingen. Dus ik maakte ze vooral van blik en dat soort dingen. Het is natuurlijk best gevaarlijk, maar het was alleen voor displaydoelen. En dus dat was nog wel acceptabel. De cosplay bestond er ook nog niet echt. Dan, wat ik zeg, is het nu tijd om die handschoen hier omheen te doen. En dan pas die vingergedeeltes om die handschoenen te doen. Ik heb het idee dat ik op deze manier beter de boel kan positioneren. Vandaar dat ik voor deze manier kies. Ik ga die vingers even allemaal zo recht mogelijk buigen. Maakt het een en ander een stukje makkelijker, denk ik. Dit gaat wel even duren. Je ziet me wel weer als die erop zit. En dan is die klaar. Ik vind hem echt helemaal geweldig. Intimiderend en veel realistischer. Veel meer Freddy Krueger waardig voor de busten die ik heb gemaakt. Dankjewel voor het kijken. Geef deze video een like als je hem kon waarderen. Zie je graag weer in een volgende tutorial sowieso. Als je nog niet op abonneren hebt geklikt, doe dat zeker. Maar bovenal, ga dingen maken.